Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Business Update. Het programma over bedrijven en ondernemers. Straks natuurlijk de zaken ZAP. Dan gaan we even kijken of onze camera nog aanwezig is geweest bij een aantal meeting points. Business meeting points. En we hebben nog de agenda, de business agenda. Wat is er nog meer te doen straks voor ondernemend Achterhoek en omgeving. Maar natuurlijk ook onze gast aan tafel. Dat is Jan Peters. Hij is directeur van Laris Wonen en Diensten hier in Didam. Jan, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ben je altijd directeur daar geweest? Nee, sinds 2000 ben ik directeur. En 2 jaar daarvoor heb ik daar in het bestuur gezeten. Mm-hmm. Je kende de club al en de club kende jou? Ja, de corporatie wat anders gestructureerd. Maar in 2000 ben ik gevraagd door de Raad van Commissarissen om de directie te voeren. Mm-hmm. En vanaf die tijd ben ik daar actief werkzaam. Oké. En wat deed je daarvoor? Daarvoor heb ik groot aantal jaren gewerkt bij Vink Kunststof in Didam. Ja. Daar sinds begin jaren 90 in de directie gezeten. Maar altijd in Didam. Ben je dan zelf ook Didammer? Ik ben zelf Didammer. Nee, Vink Kunststof is vroeger begonnen in Arnhem. Ja, daarvoor zelfs nog in Oosterbeek, maar voor de grootste deel in Arnhem. Dat is toch nieuw voor mij, want dat wist ik niet. Precies. En in begin jaren 70 naar Didam gekomen. Ja. En we waren een van de eerste op het nieuwe industrieterrein, de Vluun. En een bedrijf had zich toen in die jaren enorm heeft ontwikkeld. En in 13 landen toen actief. Oké. Toen een overstap gemaakt naar de corporatie in 2000. Ja, het was eigenlijk weer een hele nieuwe uitdaging met een hele nieuwe dynamiek. Mm-hmm. En ik had helemaal geen verstand van corporaties over wonen. Maar gaandeweg, toen ik erbij betrokken ben geraakt, toen bleek dat er toch heel veel te doen was. Mm-hmm. En dat wonen is natuurlijk iets wat emotie is, hè, wat mensen bezighoudt natuurlijk. En, wat is er dan zo mooi aan? Je zegt emotie. Wat is er dan zo leuk aan in die woning te zitten? Nou, wat leuk is aan de woning is natuurlijk de ontwikkelkant. Hè, dat je aan de sociale kant een aantal dingen kunt doen. Dat je verbetering kunt doen in de wijken. Maar ook, het is toch voor heel veel mensen een opstap naar een nieuwe carrière. Vooral jongeren, status die op zichzelf gaan wonen. Mm-hmm. Ook mensen in wonen en zorg bijvoorbeeld. We ontwikkelen veel ook maatschappelijk vastgoed. Dus daar kunnen wij een belangrijke positie in bekleden. In die zin heb je ook een sociale rol. Hè? Jullie brengen ook mensen aan het wonen. Precies. Onze sociale rol die wordt eigenlijk steeds sterker. Waar we vroeger heel erg bezig waren in de steden, zijn we nu steeds vaak actiever betrokken in de wijken. Ja. Ook in het kader van herstructurering, maar ook in een stuk leefbaarheid in wijken. We hebben ook een aantal projecten die we jaarlijks opstarten, waardoor je uiteindelijk een wijk leefbaarder en beter kunt maken. Ja. Ook de sociale structuur in de wijk is voor ons eigenlijk belangrijk, omdat je ziet dat er toch steeds meer een mengeling komt in wijken van verschillende mensen. Ja. Ook mensen allochtone mensen is een voorbeeld, maar ook mensen met een andere wooncarrière. Dat zijn allemaal zaken waardoor je een andere integratie krijgt in die wijken. Ja. Nou hebben we het de hele tijd over Didam, of tenminste daar hebben we net een paar keer genoemd. Zit Laris dan alleen in Didam? Nee, we zijn actief in een aantal plaatsen in de Liemers. Ja. Met name in de gemeente Montferland en Zevenaar. Met name dat is het kerngebied, Montferland-Zevenaar. Ja, en sinds kort zijn we ook actief in Westervoort. We gaan in Westervoort een nieuw woonzorgcomplex bouwen. Okay. We werken veel samen met zorgpartijen, zorgaanbieders. En daarvoor ontwikkelen we vastgoed. Ja. Zeg maar, nou is de positie van woningcorporaties een beetje veranderd de laatste jaren? Wat merken jullie daarvan? Wat wij daarvan van merken, dat wij steeds meer betrokken raken bij het oplossen van woonproblemen. Ook steeds meer betrokken worden bij het oplossen van sociale problemen. Ik heb net een aantal dingen genoemd, maar wij doen bijvoorbeeld in buurtbemiddeling is een heel belangrijk aspect. Mm-hmm. Maar ook zorgen dat de leefbaarheid in een wijk verbeterd wordt. Dus ook de communicatie met de mensen in de wijk, ook communicatie met de samenwerkingspartijen, zoals welzijn, zorg, ook gemeenten. Daar zijn we een belangrijke partner voor geworden. Oké, leuk werk. Moet je als directeur ook veel netwerken? Je moet heel veel netwerken. En dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste taken. Ja. Wij werken met heel veel mensen samen, niet alleen met onze klanten, maar ook met heel veel marktpartijen. We zijn natuurlijk een hele belangrijke werkgever voor marktpartijen, zeker in deze moeilijke periode.
Maar dan, zorgen wij toch voor een belangrijk stuk aan werkgelegenheid. Niet alleen in de nieuwbouw, maar ook in het leveren van allerlei diensten. Ja. Mijn vraag was ook een beetje bedoeld als ezelsbruggetje naar het volgende onderdeel. We gaan namelijk even kijken waar onze camera allemaal was bij alle netwerkevents en meeting points van onze regio. Daarom gaan we even kijken naar de Zakenzap. Ondernemer Henny van den Bos was dinsdagavond te gast op de bijeenkomst van MKB Montferland bij Jan en Jan in Didam. Van den Bos sprak onder meer over de recessie. Ik heb 3 jaar LTS gehad, ben van school afgegaan. Ja, dan moest je aan het werk. Ik heb bij de Waver gewerkt, pijpen zitten buigen. Ik heb bij een machinefabriek gewerkt, bij een kachelfabriek gewerkt. Ik ben 1,5 jaar pompbediende geweest. En wat deed ik nog meer? Bungenazen. En hoe kwam dat? Ik werkte op die benzinepomp en die man had een paar paarden en die zegt tegen mij, Henny, kun je niet meer een paar paardenstanden in elkaar gelassen? Je hebt vroeger toch wat lassen geleerd? Ik zei, ja, maar ik heb geen lassenpraat. Nou, zegt hij, koop ik jou een mooi lassenpraat, moet jij mij die paardenstanden in elkaar lassen? Nou, dat was een deal. Maar ja, man had een heel groot probleem, super langzame paarden en een supersnelle vrouw. Nou, u weet dat die kost een beetje geld. Dus wat moest ik doen? Een beetje goedkope paardenstallen in elkaar lasten. En wat ging ik doen? Ik ging gebruikt ijzer kopen. Bij handelaren, bij slopers, kocht ik gebruikt ijzer. Heb ik die man die paardenstallen in elkaar gelast. En toen die paardenstallen klaar was, had ik een lassenpraat. En dan ging ik s'avonds en zaterdags mee klussen. Aanhangertjes maken, landhekjes maken, tuinhekjes maken. En op een gegeven moment verdiende ik meer geld met klussen s'avonds met de beunhazerij dan bij de baas. Ja, en toen denk ik, ik ga voor mezelf beginnen. Zo zijn de meeste ondernemers begonnen. Je kunt niet zo zeggen, ik ga van school, ik word ondernemer. Dat gebeurt op het ogenblik veel, maar dat kan in principe niet. Je moet eerst een beetje voorwerk hebben. Als je begint als ondernemer, dan moet je eerst ergens een beetje gebeurnaast hebben of wat gedaan hebben en dan kun je een onderneming opbouwen. Ik had een keer 200 accountants in de zaal en toen zei ik dat ook. Ik zei, jullie hebben allemaal gebeurnaast. Toen ging er één in de binnen en zei, maar ik niet. Ik zei, meneer, wat vroeger toen je begonnen bent. Als boekhouder heb je toch voor kennissen en vrienden gewerkt? Ja, dat had hij wel gedaan. Is dat een noem ik beurnaast? Als je zwart of wit gedaan hebt, dan laat ik aan jou over. Maar zo begin je. Je moet een bodem hebben. In gebruikt ijzer te handelen. Hoe kwam dat? Ja, als ik opdracht kreeg voor een landhek en een tuinhek, kocht ik altijd meer ijzer dan ik nodig had. Dus op een gegeven moment bij de boerderij thuis had ik dat ijzer liggen, bij de schuur. En op een gegeven moment vroegen die boeren aan mijn vader uit de buurt, van dan moest er ijzer te koop. Ja, dat is misschien wat ik ook moet bij mijn zoon wezen. Nou, ik had van die kaspijpen gekocht voor 1 gulden de meter en ik verkocht ze voor 2 gulden de meter. En bliksem, dat is veel beter dan wij. Ik ga in de handel. En toen ben ik begonnen te handelen in gebruikt ijzer. En ik kan wel zeggen, dat ging super. De techniek vond ik super, de handjes, maar die theorie vond ik niks. Ik heb ook gezegd, er moeten weer technische scholen komen. Want van een handje kun je altijd nog een prater maken. Maar van een prater kun je nog geen handje meer maken. En we hebben veel te veel praters gekregen. Want handjes maken de waarde, zeg ik. Praters maken toegevoegde waarde, maar te veel praters maken bureaucratie. Nou, dat hebben we de afgelopen jaren wel gedaan. Goed. Mengvoederfabrikant 4 Farmers in Lochem ondervindt hinder van de ingestorte sluisdeur in het Twentekanaal bij Eefde. Momenteel heeft het bedrijf nog grondstof op voorraad. Nou, gedoe. We hebben een groot probleem met z'n allen, want het kanaal is dicht. Ja, en wat voor gevolgen heeft het voor dit bedrijf? Dat betekent dat een groot deel van onze aanvoer van grondstoffen, wat we normaal per schip krijgen op dit moment, dat we dat niet kunnen ontvangen. 4 Farmers heeft meerdere vestigingen aan het Twentekanaal. Wij hebben 3 locaties aan dit kanaal liggen. Dat betekent alle 3 kunnen op dit moment geen schepen ontvangen. Dat betekent dat we die grondstoffen per as, per auto aan moeten voeren. En dat we die schepen eerst op een andere locatie moeten lossen. Bijvoorbeeld op onze locatie in Deventer. Wij hebben toevallig vandaag voor het eerst van Rijkswaterstaat via de e-mail bericht gekregen dat men nog niks wist. Dat de sluis naar beneden is gevallen. Dat ze een probleempje hadden, ja. De schepen met grondstof voor 4 Farmers meert nu aan in Deventer. Vandaar wordt het vervoerd middels vrachtwagens naar de vestigingen van het Lochemse bedrijf. We zijn nu al bezig om de aanvoeren te veranderen. Dus meer, wat ik net al vertelde, meer per as en ja, minder of geen scheepsaanvoer op dit moment. En nu is het ook zo dat het water vrij hoog staat. Hè? Hebben jullie daar ook last van? Nee, we hebben juist een paar weken geleden last gehad dat het laag water was in de IJssel. Toen hadden we ook al problemen met de aanvoer. Toen konden de schepen niet volledig beladen worden. Dus we hebben nu een ander probleem. Maar goed, dat is de taak aan ons om dat op te lossen. Over financiële gevolgen kan De Vos nog niet zeggen.
kunnen we op dit moment nog niet exact zeggen. Het hangt natuurlijk heel sterk af hoe lang het gaat duren. We hebben een behoorlijke voorraad aan grondstoffen, dus we kunnen een tijdje vooruit. Is afhankelijk van de grondstoffen, betekent extra aanvoerkosten. En wanneer we een tekort krijgen van bepaalde grondstoffen, kan dat de kostprijs van het voer wat verhogen. Omdat we een andere samenstelling moeten produceren. Graafschap TV heeft afgelopen zaterdag een naamswijziging ondergaan. De zender die uitzendt in de Achterhoek Liemers en een stukje Veluwezoom heet voortaan Focus TV. Nadat recentelijk een deel van de organisatie van Doetinchem naar Didam verhuisde, is de naamsverandering een nieuwe stap voor de zender. De programma's van Focus TV worden voortaan gemaakt vanuit een eigen studio in Didam. Welkom terug bij Business Update, programma over bedrijven en ondernemers. Aan tafel nog steeds Jan Peters, directeur van Laris Wonen en Diensten uit Didam. Straks nog de businessagenda en we hebben ook een nieuw item. Wat dat is, daarvoor moet u blijven kijken. Nieuwe regelgeving bij de die kan ervoor zorgen dat de beperking oplegt voor het verhuur aan personen boven een bepaald inkomen. Kun je kort uitleggen wat dat nou inhoudt? Ja, we hebben te maken met de nieuwe Europese wet en regelgeving, waarin mensen met een bepaald inkomen alleen maar een sociale huurwoning kunnen huren van de woningcorporatie. Ja. Nou, dat is ongeveer gelimiteerd aan een bedrag van 33.000 euro. En daarboven kunnen mensen zeg maar, geen woning meer huren, geen sociale huurwoning meer huren. Ze zijn aangewezen op de vrije markt, ja, of een woning in de duurdere sector. Dat is ook een beetje als bescherming dat mensen met een laag inkomen toch altijd in aanmerking komen voor een woning? Ja, niet alleen, maar het is ook als een, gezien als een vorm van verkapte subsidie. Woningcorporaties die krijgen middelen ter beschikking via het Waarborgfonds. Ja. En de Europese Unie die ziet dit als een verkapte subsidie. Mm-hmm. En waardoor we zeg maar, goedkoper geld uit de markt kunnen halen om onze projecten te realiseren. Nou, maar voor de consumenten is dat natuurlijk vrij ernstig, want dat betekent dat men veel meer woonlasten moet gaan betalen. En uiteindelijk zeg maar, niet meer is aangewezen op de woning vanuit de woningcorporatie. Bovendien is de druk enorme schaarste op die markt. Ja. Want eigenlijk in de huurcategorie van 605 euro, want dat is een gelimiteerde grens, dat 1000 euro is er relatief weinig beschikbaar. Okay. Dus dat maakt het voor klanten heel lastig. Dus, en de effecten zijn dat mensen blijven zitten. Dus dat daarmee ook de doorstroming stokt. Ja. Als we dan kijken naar valkuilen voor een woningcorporatie, waar moet je dan aan denken? Nou, de valkuilen zijn natuurlijk de ontwikkelrisico's die we hebben. Ja. Want als vastgoedontwikkelaar zeg maar, en loop je natuurlijk grote risico's. Ja, en de markt is natuurlijk behoorlijk veranderd. Precies, we zitten nu in een heel andere marktsituatie, waar het niet meer vanzelfsprekend is dat we iedere woning heel makkelijk kunnen verhuren. En, dus dat maakt het risicoprofiel voor de ontwikkelingen maakt dat dus moeilijker. Nou, dat betekent dat we steeds meer gaan sturen op kaststromen. En dat we ook naast zeg maar, het aantrekken van financiële middelen via banken ook op andere middelen uit de markt moeten halen. Bijvoorbeeld door het verkoop van eigen woningen. Ja. Het eigen bezit. En dat moeten we gaan inzetten om onze projecten gefinancierd te krijgen. Ja. Maar het wordt dus de komende jaren steeds lastig. Daarbij hebben we ook krijgen we ook te maken met heffingen. De overheidstekorten zeg maar, die zijn naam van hand. Dus ook de corporaties ontkomen daar niet aan. Dus ook, wij betalen al heffingen in de vorm van vernootschapsbelasting. We hebben al bijgedragen aan de vogelaarwijken. En vanaf 2014 gaan we ook bijdragen aan de huurtoeslag. Ja, nou ben je eigenlijk al een beetje bezig met de toekomst van de woningcorporatie. Kun je daar nog verder iets over zeggen? Ja, nou, ik denk dat de toekomst van de corporaties lastiger wordt. Ja, en de woningcorporaties hebben, en dan kijk ik niet naar onszelf, maar in zijn algemeenheid, ja, die hebben in Nederland 2,5 miljoen woningen in het bezit. Nou, we vullen een belangrijke rol. Daarin zijn we redelijk uniek in Europa. Want nergens in Europa zijn er eigenlijk woningcorporaties zo actief, althans die een rol vervullen zoals de corporaties in Nederland dat doen. En dat zal in de komende jaren zal dat gewoon lastiger worden. Ja. En de overheidsbeleid is er ook op gericht om het aantal corporatiewoningen te verminderen. We hadden het er straks even over netwerken. Als je nou nog niet weet waar je naartoe wilt de komende tijd, dan moeten we even kijken naar de agenda. Dus als je even meekijkt, dan gaan we nu samen even kijken naar de businessagenda.
Werkgeversorganisatie VNO-NCW Achterhoek houdt donderdag 12 januari een nieuwjaarsbijeenkomst bij Landal Stroombroek Palestra in Braamt. Onder meer het thema Groen Ondernemen komt aan de orde. De bijeenkomst begint om 7 uur 's avonds. Meer informatie is te vinden op www.vno-ncwmidden.nl/achterhoek. Het platform BV Berkeland nodigt de leden van de industriële kring Berkeland, de ondernemersverenigingen en bestuurders en fractieleden van de gemeente Berkeland uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst bij zaal Prinsen in Haarlo. De bijeenkomst is op dinsdag 10 januari en begint om 16:30. Meer informatie is te vinden op www.platformbvberkeland.nl. Opnieuw een nieuwjaarsbijeenkomst, deze keer van ondernemersvereniging MKB Zevenaar. Deze wordt gehouden bij partycentrum De Gietse Poort in Zevenaar. De bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds met het heffen van het glas. Op www.mkbzevenaar.nl staat meer informatie. Welkom terug bij het derde en laatste onderdeel van Business Update, programma over bedrijven en ondernemers. Aan tafel nog steeds Jan Peters van Laris Wonen en Diensten uit Didam. Ik zeg er nog maar een keer bij, mocht u net ingeschakeld hebben. Laatste vraag alweer. Misverstand rondom coöperaties. Wat is nou het grootste misverstand bij Nederlanders? Ik weet niet of er een misverstand is. In het verleden was dat denk ik wel zo. Ja. Ik denk dat de laatste jaren de coöperaties veel beter in beeld zijn gekomen. Dat de waardering voor de woningcoöperatie ook sterk is toegenomen. Dat komt gewoon omdat we natuurlijk ook in een veel breder speelveld werkzaam zijn. Ja. En was het vroeger alleen maar gericht op sociale huurwoningen. Nou, tegenwoordig doen we ook heel veel op het gebied van maatschappelijk vastgoed. En we zorgen ook heel veel voor de werkgelegenheid. We zijn sterk betrokken bij het onderwijs, hè, waar mensen stageplaatsen krijgen. Ja. Waar we gezamenlijk ook projecten doen in de ontwikkeling. Dus jullie hebben goede contacten met de bouwopleidingen? Precies. Ja. Dus dat is heel belangrijk. En wij zien ook dat het speelveld, de woningcoöperatie, heel sterk zijn gaan waarderen. Ja. Nou, ook natuurlijk ook gemeenten en overheid. Dus de coöperaties hebben de laatste jaren natuurlijk een enorme belangrijke rol gespeeld. En dat zal in de toekomst zeker ook zo blijven. Ja. Even nog een persoonlijk laatste vraagje, Jan. Wat is er nou zo leuk aan je werk? Nou, het leuke van het werk vind ik dat je voor alles een oplossing zoekt. Ja. Op het gebied van wonen, op het gebied van sociale structuur in de wijken, de tevredenheid van klanten. Dus overal waar wij iets doen, zie je dat je voor mensen oplossingen biedt. En dat geeft voor jezelf een hartstikke goed gevoel. Bij ons gaat het niet altijd alleen om het financieel rendement, maar om het maatschappelijk rendement. Nou, dat is niet altijd in geld uit te drukken, maar dat voor jezelf is dat wel geeft dat een hartstikke heel goed gevoel dat je zoekt naar oplossingen. En dat is wat wij konden dagelijks mee bezig zijn, zoeken van oplossingen. Ja. Nou, een goede afsluit. Prima. Dankjewel. Oké, graag gedaan. We gaan namelijk naar een nieuw item van Business Update. Accountants en belastingadviseurs Bonze en Reuling uit Lichtenvoorde, Eibergen en Deventer gaan wekelijks nu de adviestip geven. En die krijgt u ditmaal van Geerke Vos. In deze roerige tijden is het voor u als ondernemer van belang ervoor te zorgen dat uw onderneming crisisproof is. Hierbij kunt u denken aan het optimaliseren van uw ondernemingsstructuur. Een holding, een tussenholding en één of meerdere werkmaatschappijen. Daarbij is het wel van belang dat de onderlinge verhoudingen tussen de BV's goed worden vastgelegd. Indien deze verhoudingen niet of niet goed zijn vastgelegd, loopt u het risico dat de rechtshandelingen onder omstandigheden kunnen worden teruggedraaid. Tevens kunt u kijken naar uw eventuele privéaansprakelijkheid vanuit de financieringsovereenkomst met de bank. Indien u in privé borg staat in het kader van deze financieringsovereenkomst, kan het onder omstandigheden mogelijk zijn dat u zakelijke zekerheden stelt in plaats van de borgstelling. Tot slot is het belangrijk te kijken naar de vaste kosten. Deze kunnen vaak worden geminimaliseerd. Denk hierbij aan het voeren van een strak debiteurenbeleid en zo nodig het doorvoeren van een reorganisatie. In ieder geval neem tijdig maatregelen. Door tijdig maatregelen te nemen zal 2012 ook voor u een mooi en productief jaar worden. Dat was hem alweer. Business Update voor deze week. Hopelijk bent u de volgende week ook bij. Ik vond het gezellig. Kijkt u dan ook weer. En Jan, tot de volgende keer. Bedankt voor de komst. Okay.